Einde van de week, vrijdag, en het is weer lekker warm buiten. Hoe is het in deze studio? Ja, uh, doable. Ja, nog wel. Het is denk ik een stuk koeler eigenlijk dan... Het is hier nog steeds hartstikke warm, maar koeler dan buiten. Ja, maar het is altijd wel kut. Dan zie ik uh, aan het begin van de week van, Oh, je bent in die, die, die dag ingedeeld. En dan zit ik even te kijken naar de weather forecast... En de dagen dat ik dan bijvoorbeeld heel graag lekker gewoon in het park zou willen chillen. Dat zijn dan de dagen dat ik hier moet komen opdraven. Maar dat is oké. Okay, dat is oké. Okay. Ja, ja, werk is werk. Sterker nog, jij hebt dagen die je nog wel in het park kan chillen. Ik kan alleen in het weekend chillen. Dat is waar. Dat, is dus waar. Ja, dat heb je dan ook weer, hè? Ja, gelukkig wel. Dat is weer een voordeeltje. Gaan we gewoon het nieuws behandelen. Zullen we dat even doen? Want er is nog altijd een en ander langskomen de, ja. de afgelopen dagen. Nou ja, best wel inderdaad. Wat wij. het is inderdaad een reuring alom. Uh, er komen, uh, weet je, er worden dingen geteased. Uh, we hebben. Uh, hoe noem je dat? Soort van beta's die we kunnen spelen en wat dan ook uh, dit weekend. Dus uh, tof. Maar uh, we beginnen met een nieuwtje over uh, streamen. Jouw wel bekend, toch? Uh, best wel. Ja, ja toch? Inmiddels. Dat, 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 dat ken je wel een beetje. Ja. Maar uh, jij bent nog niet zo groot als Ninja. Nog niet. Maar wat niet is, nee. kan nog komen, natuurlijk. Precies. Vind je hem tof? Ik uh, kijk er niet naar. Nee, ik ook niet. Dus, uh, we hij is zo'n uh, Fortnite streamer geloof ik hè? Nou, ik denk dat hij met alle hypes een beetje meewaait, toch? Zoals, meeste, zoals veel streamers. Niet sorry, de meeste, dat wil ik uh, nuanceren naar veel. Oké, okay, nou, ik heb geen idee. Daar ken ik hem niet goed genoeg voor. Wat ik wel weet is dat hij de allergrootste is op dit moment. Inderdaad, 10 miljoen followers. Heo! Maar followers zijn natuurlijk niet subs, dus hoe ja, maar de er kijken wel gewoon steeds vele tienduizenden mensen naar zijn stream. Ja. dus dan doe je wel iets goed, hoor. En als je natuurlijk dan met Drake gaat samen, uh, dan worden er ineens miljoenen of iets dergelijks, uh, wat er dan nou gebeurt. Maar um, dat is natuurlijk wel echt, dat is dat is, het, is, het is wel bizar veel. Ja, het is heel erg veel. Weet je, als je naar één iemand, weet je, je hebt natuurlijk soms streams van, weet ik veel, een Blizzcon of een of een de uh, International of een beetje Dota-toernooi uh, of wat dan ook. En um, daar zijn ook echt heel veel kijkers, maar dat is een hele productie. Weet je, de tech e-sports teams die daar samenwerken. En Deze guy die doet dat gewoon in zijn eentje. Ja, zijn personage spreekt blijkbaar vele miljoenen mensen all around the world aan. En uh, dan, ja, ik, ik denk dat hij een soort van magische formule gevonden heeft waarin hij en kan entertainen en op hoog niveau ook uh, zijn games kan ja. spelen. Ja, dat en, is inderdaad knap, sowieso. Natuurlijk, om dat te combineren, precies. Ja, ik weet niet in hoeverre hij ook daadwerkelijk interac interactief is met zijn. Chet. Dat lijkt me gewoon ontzettend moeilijk, moeilijk met tienduizenden mensen tegelijk. Dat is niet te doen. <laughs> dus ik denk <gülpere> hoi, hey dat... ja, eh, ja, bedankt je bedankt. Ook bedankt, bedankt. De Nee, zo werkt het. volgens mij. Misschien, rijen... misschien pakt hij een soort van een half uurtje voor de voor en nase game dat hij dan gewoon de donaties Minstens gaat doen. lijkt mij ik denk dat de donaties en de subs ik denk dat letterlijk de 10 dollar donaties, dat zal hij niks over zeggen. Het zullen de duizenden euro donaties zijn dat ik denk van hey jongens, ik doe even met duizend euro donatie rondje. Ik weet niet hoe dat werkt bij zo iemand. Nee. Ik bedoel wat ik wel weet is he's raking in the dough. Ja, hij weten. het komt met met achter binnen maar goed het is hem gegund weet je want het is dan uiteindelijk alleen maar goed ook denk ik voor, voor Twitch in zijn geheel Zeker. en volgens mij is het ook wel een sympathieke dude. het is niet iemand ik heb hem wel een paar keer gezien en ik krijg er niet gelijk instant uh, irritatie kippenvel van zoals bijvoorbeeld een PewDiePie of, mm -hmm. of heel veel andere streamers dus. ja maar Pew, PewDiePie is ook meer een YouTube uh, ja maar ook, ja, ook Dr. disrespect vind ik bloed irritant ja dan kun je niks mee. nee fuck nou dat nee, is die guy ja, met, ook... met die met die met die, met die en 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 wat dan ook die ook gewoon altijd zit schrijven en ja, toch? ja, en die pruik ja, en uh, shit. Ja, oh, en die, uh, die, ja, die, op, die glasses man. en zo. Nou ja, als je kijkt uh, naar de nummer 2, uh, wat betreft de volgers, dat is volgens Shroud? mij. Uh, wat? Shroud. Oh, ik dacht dat je zei Sparoot. Nee, Ja, Sprout nou. ja, inderdaad, ja. En, maar die heeft er of 4 miljoen minder, ja. of die zit rond de 4 miljoen. Ja, zoiets. Het is... Het is, het is uh, ook een shitload. Ja, het zat. Dus ook, ook genoeg uh, cash die je dan binnen... binnen. Leuk, uh, leuk werk heb je dan. Dat is... Uh, weet je, vroeger was wat. Weet je, mensen hadden natuurlijk altijd over Gamekings. Maar ja, Gamekings is super tof, weet je, de hele dag de hele dag gamen voor je werk. We zijn natuurlijk gewoon de hele dag deze content maken, maar uh, dat is natuurlijk een, een uh, was een jongensdroom. Mm -hmm. en nu nu, nu, nu zien we eruit als supermarktverkopers. Ja. Ja. Maar, maar laat het gelijk... is <laughs> Niet gasten. Dat klopt. Maar laten we vooral ook niet doen alsof het, uh, weet je, een appeltje dat het appeltje eitje voor, voor die guys is. Want er is elke dag maar weer moeten. Ja, nou, ja, presteren. Ik bedoel, je bent wel met werk bezig ook. Nee, het is niet alleen. Zij zijn niet alleen maar. een beetje. Nee, het is het is, het is zwaar. Zeker weten. Maar dan doe je het een jaar en dan haal je al de cash binnen voor de rest van je leven niet meer hoeft te werken. Dus zo zwaar vind ik het niet. Ik heb. Ik krijg nou ja, zoiets nee. van: Oh, wat zijn ze zielig met hun zware fucking shit. Nou ja, ik, ik, ik zie regelmatig uh, verhalen van depressie en, 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 en bezwijken onder de continue druk uh, ja. langskomen. Ja, maar als je honderden duizend, misschien wel miljoenen per, per week, per, per, per maand ophaalt, mm -hmm. dan ben je toch ook na een jaar, dan, dan kan je na een jaar gewoon kappen. Ja, zeg maar van, wil fuck, je daar nou, ja Fuck ja, I got them fucking 40 millions. Mm, dat lijkt me dan niet heel, heel erg relaxed naar je community toe. Nee. Hoe geeft ze shit? Ik, nee, ik zie het ze ook niet doen. <laughs> ik zie dit, uh, dit soort guys die gewoon al vele miljoenen hebben. En dat hebben ze niet in een jaar bewerkstelligd. Nee, nee, ik, nee. ze hebben daar vele jaren over daarom. gedaan. Om te zijn waar ze Dus je nu... kan gewoon kappen. Weet je? Net zoals dat, dat mensen ook die een burn-out hebben uh, met echt werk. Hè? Om het maar even heel denigrerend te zeggen. dit is echt werk. Uh, nou, maar dat bedoel ik. Dus is echt dus werk. Ja, maar kijk, ze moeten ook nog om de streams heen. En al, allerlei verplichtingen voldoen. Daarom. Dus, dus, dus inderdaad, laat me dat inderdaad op, op, op ietsje netter zeggen. Bij elk werk... Dus ook bij dit heb je burn-outs, dus ook sabbaticals, dus dat en dat en dat. Ja dus dat kan gewoon toch weet je, mensen zijn toch ook als er als iemand ergens in de top van een of andere weet ik veel gamebedrijf of of bij iemand die iets zegt van nou nee fuck it, ik, het ik het wordt me te veel ik, ik kap ermee. ja oké okay, maar dat het, kan toch dat is een, toch gewoon je eigen keuze dan ja maar kijk als een Louis van Gaal zegt weet je wat ik ga even een jaartje een sabbatical kon nemen ja. ja dan kunnen mensen dat wel accepteren het uh, ding met zo'n community is die jou zo hondstouw dag in dag uit volgt mm -hmm. een groot deel van die community die vreet dat niet nee. als jij zegt van mensen weet je, ik hoop dat jullie de begrip voor kunnen tonen maar na, ik heb een burn-out, de denk, dokter moet zeggen dat ik moet stoppen. Ik moet fuck echt jou. even een halfjaartje of een jaartje er gewoon tussenuit. Ik ga even van, weet je, ik ga een uh, wereldreis van maken, van, even, even chillen. Ja. Dan is er echt een groot deel van die community ja. die zegt van, fuck jou, jij ja, wel. Helemaal terecht. Kom op, man. Je sport hier nee. gewoon vanaf day one. Ja. Jij blijft gewoon... Maar die man is letterlijk stoel gewoon, stoel gewoon, gewoon ziek. Een soort van, uh, uh, Ik heb het letterlijk niet over een voorbeeld, maar we, we zijn nu ook wel een soort van hele... Uh, 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 iets, iets onbestaans aan het bespreken. Maar maar maar... Nee, nee, want ik zie dat er nee, okay. echt nee, maar die uh, guys ja. uh, zich even excuseren op, op Twitter en op een uh, Twitch-kanaal. Van ja, ik moet echt even tussenuit. En ja. dat er dan gewoon mensen heel boos gaan reageren. Ja, dat snap ik aan de ene kant. Want, want je, je krijgt natuurlijk een soort van, uh, dat is natuurlijk de term uh, en dat, dat merken wij ook, sense of ownership. Mm -hmm. uh, uh, dat, dat je inderdaad gewoon zoiets hebt. van, ja, maar weet je, ik, 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 ik deze community, die, die, die maakt jou. Dus je kan niet zomaar weggaan. Maar ja, wat ik zeg, als je, als je inderdaad daadwerkelijk ziek bent, als de dokter zegt van, nou, ah, weet je... Je zit in een burn-out, uh, je moet chillen. Dan moet je chillen. Dus en en wat ik zeg, man. stel ik zou miljoenen maken en na een paar jaar had ik gezegd van thanks voor al jullie fucking patronage de <laughs> laatste drie jaar. Nu kan je op een Amsterdammetje gaan zitten, want Jelle kunst gaat naar het strand. Ja. En, maar dat is jouw aard. Ja. Ja, en, en daar, daar heb ik dan ook wel ergens begrip voor, <laughs> Ja. Ik, en dan zeg ik ook te, net zo hard tegen jou: "Nou, fuck jou en veel plezier op je <laughs> ja. op je eilandje daar, weet je wel, ja, met palmboompje." Ik zie het een ninja. Nee, wat ik zeg, nee, maar we, we ook niet doen. Nee, nee nee, ik ook niet hoor. Maar, maar wat ik zeg, een ninja is toch ook niet nu destined... om 40 jaar lang streams te gaan doen elke dag? Nee, maar die kan dat toch gewoon uh, lekker tot zijn 40ste doen gewoon, zolang die dat leuk vindt. Ja, nee, maar wie wie doet dat? Wie, wie werkt? Ja, ik werk hier al ja, oké, ik werk hier ook al mensen. Ik ik, ik werk natuurlijk ook al tien, elf, twaalf jaar voor hetzelfde bedrijf. Maar ik bedoel, dat gebeurt lang niet altijd. Mensen doen career changes. Op een gegeven moment, inderdaad, al is het na drie, vier jaar. Sterker nog, sommige mensen doen dat vaker om de zes maanden. Ja. Uh, en natuurlijk, dit is iets dat je community opbouwt. En op een gegeven moment uh, uh, na vier jaar kan je toch zeggen van nou weet je, ik, ik vind het leuk geweest. Ik heb nu zin om een putje schepper te worden. En dan ga ik dit doen. Dat kan. Of hij krijgt gewoon een hele mooie toffe functie aangeboden binnen een groot bedrijf. Of hij, hij heeft gewoon nu de knakel om zelf zijn eigen bedrijf op te starten. En ze vorm te laten werken. Bijvoorbeeld. Kan allemaal. Ja. Weet je wel. Dus uh, ja, wie weet, gebeurt dat in de komende paar jaar of ja, wel? Nou, ik bedoel, meer de soort van, uh, weet je, die sense of ownership, dat is iets dat, 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 dat is een, een vreemde, uh, in ieder geval, dat is iets dat er nog uit moet sluiten. Want ik zeg, weet je inderdaad, als je, als je het al, nou, weet je, je kan het inderdaad gewoon zien als een volledige baan. En mensen doen career changes, men, mensen nemen ze bij de krijgen burn-outs. Burn dus um, ja, kijk er niet gek van op als, als af en toe mensen gewoon uh, wat anders gaan doen. Nee, Zeker niet als je de 10 miljoen uh, van hebt van die supporters die uh, je constant onder een vergrootglas aan het houden zijn. Precies, inderdaad. En heel veel geld geven, dus dan kan je op een gegeven moment gewoon stoppen. Um, Bioware, uh, die is natuurlijk bezig met Anthem. Uh, en ik heb het idee dat een, uh, uh, dat, dat een game is die, die wel leuk ontvanger gaat worden, zoals bijvoorbeeld een Destiny. Maar dat niemand eigenlijk dat precies wil spelen, want iedereen wil gewoon een nieuwe Mass Effect, en een nieuwe Dragon Age, toch? Nee, dat vind ik te kort door de bocht. Ja? Uh, ik geef uh, Bioware nog altijd het voordeel van de twijfel. Ondanks het feit dat ze uh, met Mass Effect en Dramada mij toch lichtelijk teleurgesteld hebben. En met mij vele miljoenen ja, Ze hebben natuurlijk nu wel, wel meerdere teams. Hè? Dus dit was het C-team, bij wijze van. Ja, en dat vind ik teleurstellend. Een, 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 een franchise als Mass Effect moet jij gewoon met je absolute A-team aanpakken. En uh, blijkbaar ja. is daar niet voor gekozen. En ze nee, de... waren met, met Anthem natuurlijk al bezig. En plus het verloop binnen BioWare is ook immens geweest de afgelopen jaren. Er zijn veel in invloedrijke, uh, belangrijke mensen weggegaan in de loop der jaren bij, uh, bij BioWare. En dat, uh, dat, uh, dat hebben we geweten. Maar goed, uh, hier is het absolute A-team van wat het nu is. Volgens mij. Uh, ik bij mijn godsnaam een plaatje zonder de echte fucking <laughs> Shepard. Bizar, deze. Fucker. Of is dit nou, oh, dit is die, die andere, die nieuwe pieps natuurlijk. Ik weet het niet eens. Ja, ik ben mijn naam op zelf. Uit. Ik maak hem nooit zelf. Nee? Nee, dat is stom hè. Elke RPG. Ik robeer ooit... hem altijd naar mezelf hoor. Nou ja, elke RPG ooit ben ik altijd letterlijk drie uur bezig. Maar ik moet zeggen dat in de uh, character creation van, van, uh, van Mass Effect Games komt er altijd iets, iets, iets kuts uit als ik iets ga customizen. Dus neem ik altijd gewoon. Uh... En ik moet zeggen, normaal Shepard was echt een hele toffe karakter. De normale uh, Shepard. Dus daarom heb ik hem heb ik die. Ik had zoiets van. Zo zou ik hem ook ongeveer zelf wel moddelen, weet je? Dus, uh, daar zou ik op uit kunnen komen. Dus dat vond ik prima, prima om te spelen. Mm -hmm. um, en in de nieuwe had ik zoiets van: ik, heb, ja, ik, ik hoorde inderdaad al dat die, dat die niet zo tof zou zijn. Dus ik, ik ging er ook gewoon in met die standaard character. Ik, had geen, ik, vond, ik vond ook de customization niet goed. Er kwam alleen maar een uit en wat dan ook. Dus ja, ik wilde je kreeg, met oh, de mogeltjes feiten. lijntjes ja. ook nog hier. de ogen uh, en wat dan ook. Dat was ja. inderdaad, uh, dat was weird. Maar de wens van, de, van nog steeds heel veel miljoenen gamers is toch nog altijd uh, richting Bioware: van maak alsjeblieft nog. Meer Mass Effects en Dragon Age. Ja, precies. Rot op met je Anthem. Nee, niet per se. Maar we willen naast Anthem toch nog ja, in de toekomst. Ja, dat is graag. natuurlijk moeilijk. Of, nee, nee. In de toekomst niet. Dat is prima. Na Anthem gaan ze hopelijk wel weer iets, iets maken. Want ik denk niet dat Anthem een, een succes wordt. Ik denk een gematigd succes. Uh, omdat uh, Activision, Blizzard met. Uh, Destiny de nodige steken laat vallen, ook nu weer met de tweede deel. Maar dit wordt een kopie van Destiny, uh, en niet alleen. Ik denk niet alleen in uh, uh, in daadwerkelijk de game die het is, maar ook in in wat ze gaan doen qua, uh, uh, weet je, dat het op een gegeven moment vet is in het begin, en op een gegeven moment ken je het wel met dat rondvliegen en de hele tijd die repeterende missies, en dan heeft iedereen zoiets van ja ik stop er wel mee na een maand. daar weten we nog te weinig van. en nee, wie weet zorgen ze wel voor heel veel content. het zou zomaar kunnen, het zou zomaar kunnen. maar ik ga er niet over oordelen, zolang ik de game nog niet heb gespeeld. ik heb hem wel gespeeld natuurlijk, dus vandaar. ja, ja eigenlijk hebt... niet gespeeld, ik heb hem gezien. Uh, dat is nog wel een verschil, hè? Ja, ik heb hem ook een paar keer gezien. Ik heb ook een paar keer beelden ja. gezien. Ja, bewegende beelden. Ja, het ja, doet maar... mij een beetje denken aan Destiny Meets Monster Hunter World. Met die ja. continue cijfertjes ook nog die je ziet en zo, weet je wel. En, en, en hoe heet die game van Ubisoft die eraan zit te komen? The Division 2 ook nog. Het is een beetje een, een, mixture, een mixture van dat. Maar ja, ja wie weet uh, kunnen ze de setting en, en, de, en de characters en dergelijke... Goed, dusdanig goed opbouwen dat het dan toch wel voor langere tijd interessant gaat worden. Maar daar gaat het nu niet om. Waar het om gaat is dat... Uh, Bioware toch ja. uh, goed. Nou ja, goed. Nee, ik wil dat zeggen. Ik, uh, ze weten dit. Ontwikkelaars die luisteren naar hun community. Ja, Even dat, dat, de, Iedereen de, doet dat. Evenveel, ongeveer. Aan. Precies. Je kent je dat. Maar ze zijn niet doof voor de roep van de community en hebben gezegd, van, hé hey, uh, mensen, no worries. We hebben mensen, we hebben een team, we hebben teams die zitten op. Zo, uh, 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 nee. Op uh, Dragon uh, ja. Age. Er uh, wordt gewerkt aan Dragon Age. Dragon aan Age, een, inderdaad. Iets Dragon Age is. Card, card game of zo. Ja, bijvoorbeeld. Ja, ja, bij Volk... ja. En... ja nee, dat, dat zou zomaar kunnen hoor. Dat ze met zoiets komen, natuurlijk. Je weet het letterlijk nooit. Maar er wordt in ieder geval gewerkt aan iets van Dragon Age. En ze zeggen: Mass Effect dus ook nog niet dood. Nee, dus, dus dat... dat stemt. Dat, 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 dat geeft de burger moed. Ja, maar behalve dus dat ik denk dat natuurlijk het A-team zit nu op Anthem. Uh, ik kan me ook voorstellen, namelijk, nou, dat je als A-team, als dan uh, dat heb ik weer heel veel met game studios hoor. Maar. Um, als je drie games van hetzelfde franchise hebt gemaakt, dan wil je toch iets nieuws gaan doen. En dan zet je inderdaad toch, dan is het toch heel logisch ook dat, dat je, je je B of je C-team op een oudere franchise zet. van Ga maar, ga maar kopiëren wat we gedaan hebben, verzin maar wat nieuwe ja. verhalen ervoor. Of je trekt nieuwe mensen aan met een passie voor die oude franchise, maar die hun eigen take erop uh, loslaten, bijvoorbeeld. Ja, tuurlijk, het kan ook. Ja, maar het kan ook zeker goed gaan. Maar, maar dat, dat, dat het A-team van, van, uh, van Bioware, de hele tijd Mass Effect uh, uh, Dragon Age Mass Effect. Dragon Age, hummus, werkt. Oh, wat komt nu? Laat me raden, Dragon Age. Weet je, dus, dus dat. Ja, dat... maar het was een beetje wat betest ook, natuurlijk, heeft met uh, ja? Fallout en. Uh, ja, maar de Elder Scrolls. Ja, maar dat zijn er ook, dat zijn er ook ongeveer zoveel geweest. Namelijk ja. Fallout 3, uh, Elder Scrolls, of, uh, Elder Scrolls, Fallout 3, uh, uh, nieuwe Elder Scrolls, Fallout 4 en nu. En uh, Elder Scrolls dan online, wat natuurlijk wel een ander team waarschijnlijk is geweest. Maar en op een gegeven moment wil je wat anders gaan doen. Ja. Over IA gesproken, trouwens. Dus, uh, sorry, de, de Starfield en, uh, en wat dan ook. Weet je. Dus je gaat op een gegeven moment gewoon wat nieuws maken. Nou, en ik denk dat ze ook nog wel wat nieuws gaan maken. Ik bedoel, ik zag van de week ook Jay Raymond, voorheen uh, Ubisoft tegenwoordig ja, uh, yeah. yeah. um, die 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 hinten volgens mij op Twitter van: Hè, mm, Ik heb zin om een uh, om uh, iets om, om mijn take los te laten op een horror game. En toen dacht ik van. Het zou wat zijn als jij, Jay Raymond, eventjes jouw creatieve brein aan de slag laat gaan... Uh, laat gaan en uh, het doodgewaande Dead Space bijvoorbeeld weer oppikt. Oh, me oh ja, ja, ja. Dat zou wat zijn. Ja. Ja, ik hoorde er toevallig net al vallen die namen inderdaad op de redactie. Ik wist niet waarom dat was, maar Dead Space 1 en 2 zijn een van mijn favoriete games van, ja. de, van de laatste decennium inderdaad. 3 vond ik echt tegenvallen. Ja, dat was een, een kutte actiegame. Ja. En, en 1 en 2 waren echt hele, weet je, met die slope. In 3 gingen ze ineens, weet je, die die die, die co bullshit omdat dat toen hip was uh, en rollen. Dat nou dat werkte echt. Ja, dat, dat sneeuw in, uh... buiten en weet ik veel wat allemaal. ik ja, uh... ja, ken je ook die game. Hoe heette dat vroeger? Dat was dat was een uh, ook een game met mechs en dat was ook buiten in de sneeuw met aliens. Het was ineens was het die game Lost? Nee, er kwam een tweede deel. Lost in spel, Lost? Er was ook een tweede deel van uitgekomen. Meer met, mee met een heel jungle, jungle omgeving. Ja. Volgens mij was het Capcom of zo. Ja, uh... precies. Zo'n Japanse Capcom game met, met van die oranje shit die moest... Uh, uh, ik, ik, uh, weet, uh, ik weet welke game je bedoelt. Ik, 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 Even vergeet van mijn, naar ik denk dat letterlijk mijn eerste trip met Game Kings ooit was voor die game. Naar een ijsbar. De eerste keer dat ik gefilmd heb buiten de deur uh, was dat. Lost? Lost elke keer weer uh, de naam daarvan. Ja. Maar goed. Uh, maar in ieder geval ja, dus ze zijn lekker bezig. Uh, uh, hopelijk zijn ze snel klaar met die Anthem. Uh, want ik, ik ja, wat ik zeg, ik, ik doe dit ook al tien, uh, elf jaar. Zie ik uh, wat games doen, hoe die worden aangekondigd, hoe die worden ontvangen, uh, hoe mensen er we weglopen. En, en uiteindelijk uh, tegen wat. Ik denk gewoon niet dat dit een groot succes gaat worden. Dus we, dat, gaan, het uh, we uh, gaan het zien. We gaan het zien. Precies. Um, over een Destiny 2-kloon gesproken. Uh, we hebben een, uh, een reveal trailer van. Uh, uh, Speel jij Destiny? Ja, één heb ik veel gespeeld. Twee heb ik de eerste maanden echt kapot ja, gespeeld. Precies. Daarna ben ik hem kwijtgeraakt, zeg maar. Nou, je hebt natuurlijk nu uh, komt? De Forsaken of Forsakener? De Forsaken. De Forsaken. één ah, ja. een van de twee weet ik. En er wel. komt binnenkort een uh, livestreampje aan en die hebben ze geteased nu met deze trailer. Zei ik trailer of zei ik teaser? Ja, een teaser. Teaser, ja dat trailer. Een teaser. Het is van de teaser. Het ja, is wel echt een teaser. ja. Wat ja. zag je hier? Uh, dat we waarschijnlijk een beetje terug gaan naar de... Uh, dat is al stom woord hè, wat je nu zegt terug gaan. Hoezo? B dat we nu terug gaan naar, uh, naar Destiny 1. Een beetje wel, ja. ja. Uh, wat betreft... Maak je een nummertje 2? <laughs> uh, die wordt kut ontvangen, want iedereen stopt met spelen na een maand. Nou ah, ja, dan doen we wel weer dingen van Destiny 1, want die vielen wel in de smaak. Ja dat is een beetje Vreselijk. ding. je kunt nu geloof ik niet uh, drie wapens uh, bij elkaar dragen en dan gaan we terug dat dat het twee wapens is of zoiets ik weet niet precies hoe het zit ik nee. zat ergens iets te lezen ja. uh, gewoon de, de de guns die je kan pakken dat dat uh, dat riekt weer naar destiny 1 als ik snap dit project echt niet jongen dat ik moet zeggen dat ze ik... zijn een beetje stuurloos ja ontzettend ja ja ik denk dat ja, ja er is wel inderdaad er is ja, een roadmap en die gaan ze die blijven ze volgen en maar de roadmap is niet is niet die biedt niet genoeg weet je dat is is gewoon het um, toen toen Bungie, weet je ooit oké okay, we zijn gestopt met, we gaan niet meer Hello maken we gaan nu iets zelf doen. Nou ja, de grote bunchie. Cool. Weet je waar komen ze mee iedereen dat inderdaad is ook in het begin van Destiny. Oké, okay, vet. we wordt project voor tien jaar en dit en bla 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 bla. bla weet je niemand wist precies wat ze ermee bedoelden. Mm -hmm. Nou, op een gegeven moment inderdaad de, de nou, één is natuurlijk is is wel een succes. Dat dat sowieso. Um, op een gegeven moment met heel veel verschillende soorten games, behalve bewijzen van uh, World of Warcraft ben je na een paar maanden wel klaar. Tenzij het natuurlijk, een multi en dit is natuurlijk ook multiplayer, dus Crucible kun je blijven spelen, maar um, een, een heel select aantal mensen, zoals Steven bijvoorbeeld, die kan letterlijk tot en met de komst van Destiny 2 in Destiny 1 zitten. Maar ik moet zeggen dat zelfs Steven niet meer vervent Destiny 2 speler is. Nee, die is ook um, afgemaakt. Ja. Uh, en, en heel veel verventen de Destiny 2 spelers die ik ken, en, en waar ik uh, in de eerste maanden ook heel veel mee heb gespeeld die zijn op een gegeven moment ook afgehaald. Ja. Echt een handje vol gasten in mijn vriendenlijst en dat zijn er uh, ik noem ze, het zijn vrienden het heet vriendenlijst, maar het zijn niet allemaal vrienden, maar ik heb zo'n 1500 vrienden in mijn PlayStation lijst zeg maar, weet je wel? Ik denk dat er daar yes. nog uh, dedicated misschien 10 mensen, gewoon twee squads zeg maar uh, ja. nog nog altijd in die daily grind bezig zijn. Er is de afgelopen week natuurlijk ook nog een update gekomen die het een en ander heeft uh, toegevoegd. Nou ja, en dan krijgen we binnenkort dus voor uh, zeker erbij. Die gaat echt wel de boel flink op de schop gooien, maar of het teruggooien gaat en deels teruggooien, wat stom. wat dat bedoel ik. Dit is toch, dit is letterlijk beschamend dat je dat je een deeltje twee maakt. Niemand vindt het tof. Je erkent je, je, je dan vlies, maar, ik denk dat je je verlies erkent en ja, dat je dan van okay, weet apper. je wat we, we, we gaan weer uh, bepaalde dingen doen zoals ze ze in deel 1 <laughs> ja. deden. wel in een nieuw jasje gegoten en, en en binnen datgene, binnen de mechanic die we nu uh, hebben. Uh, we luisteren weer naar de community, weet ja, je wel. En ja. dan uh, gaan we een soort van gulden middenweg bewandelen. En dan moeten we maar hopen dat mensen terug gaan komen. En dat is dan altijd weer de grote vraag. Gaan mensen ja. nu terug naar Destiny ja, 2? Ja, dat is de grote vraag. Letterlijk al, al, al 14 weken lang bij Gamekings. En nou ja, uh, we gaan het zien. Weet je, maar wat ik zeg, ik vind, het, ik vind het een beetje een blamage, dat hele project. Ik denk dat 25% van de mensen die zijn afgehaakt, weer terugkeren. 25? 25 Ja, ongeveer. dat is niet heel veel. Dat is niet dat heel dat veel, wel, nee. Cool, hey, um, er was ook weer wat uh, uh, soort van uh, PC-nieuws, maar dan niet PC als zijnde het toffe platform, maar politieke correctheid. Ah, toch? En dan gaan we weer even terug naar IE. Uh, Oh, weer jij? Ja. ja, precies. Het gaat over Madden namelijk. Want Colin Kaepernick, wie is deze man? Dat is een American voetbalplayer. Ja. Ex-American player, want geen enkel team wil hem mee hebben, omdat ze hun vingers daar niet aan willen branden. Want wat was er gebeurd? Nou ja, je, dat hele knielen. Weet je, tijdens de Anthem. Ja. Um, Eigenlijk... Moet je knielen of moet je juist niet knielen? Nee, je moet niet knielen. Je, je, moet, staan, moet, gewoon, je moet staan. Met je hand op je houden, Met je hand op je borst. Uh, ja. Het Amerikaanse anthem uh, meezingen, natuurlijk. Nou, hij weigerde dat. Ja, maar en... knielen, waarom ging ik? Ja, is, dat is een soort van een, 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 een statement van, van nee, ik ga niet staan, juist ik ga knielen. Het was, uh, het was zeker in een periode, periode waarin heel veel uh, police. Was dat lang geleden? Brutellen die richting de zwarte uh, bevolking. Ja, uh, eten te terug, ja nee, maar. maar zeker in die periode. De ene na de andere. Uh, uh, de ene na de andere Black Man werd neergeschoten. Mm -hmm. En vaak om niets. En dat was een soort van stil protest. En, en, en hij had zoiets van: ja, onder het mom van freedom of speech en uh, weet je, gewoon de vrijheid om te ja. doen, ja. dat is Amerika, weet je ja. wel, de vrijheid om te kunnen doen wat je wil, besloot hij te knielen. Ja. En daar kreeg hij vervolgens de rekening voor gepresenteerd. Ja, om natuurlijk om als statement, als zijnde, soort van, nou, ik vind het, weet je, we zijn niet een uh, one nation, uh, uh, wat is het, under God, uh, weet je, we zijn niet one nation. Dus, um, de, 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 nou, ik, ja, ik snap dat heel goed dat hij dat, hij dat doet. Hij heeft zoiets ja. van, fuck deze uh, uh, charade. Ja, uh, Donald maar, maar Trump, toen, Donald ja, Trump be, besloot dat vervolgens te politiseren, zeg maar. Weet je wel, om daar gewoon echt een heel politiek ding van te maken. Van ja, nou, als je niet gaat staan voor het Amerikaanse volkslied, dan ben je against the United ja. States of America. Ja, en toen, is hij dus, toen mocht hij, hij niet meer uh, voetballen. Toen, nou ja, toen, uh, nee, toen, uh, toen was het klaar met hem, en uh, zoals ik zeg, ja, geen, enkele, uh, geen enkel team durfde zijn vingers maar aan op de te branden terwijl het gewoon een grote uh, getalenteerde speler is, maar, is er, ja. ja, hij heeft wel heel veel mensen achter hem gekregen natuurlijk, ja. en, uh, en en ter Hij is nu zijn ook. eigen voetballer, en het opstarten. Is dat zo? Nee, weet ik Nee, je lult man. Ja, natuurlijk. Maar in, toen, toen was er inderdaad dus iets dat in FIFA 19, er is een, 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 ik kan me voorstellen dat het een rapnummer is. YG volgens mij hè? Ik weet het niet. Ja, het uh, een, een, een rap was een rapnummer of zo. Maar er, zit, er wordt de, de, de naam Colin Kaepernick in uh, uh, gezongen. En of gerapt. Of ja. gerapt, inderdaad, sorry. Uh, en in de uh, Madden 19 soundtrack is dat woord eruit gehaald. En IE zei dat het een foutje was. Ja, maar hoe kan zoiets nou een fout zo iets, zijn? Zoiets zo specifiek kan nooit een foutje zijn, inderdaad. Dat is, hoe ga je in godsnaam Van die, ja, de naam Colin Kaepernick... Eruit muten. Dat ja. kan niet. Dat doe je bewust. En iemand is daar op Twitter, geloof ik, achtergekomen. En heeft, die, uh, heeft dat stuk vervolgens geplaatst. En ja, toen brak er weer een shitstorm los. Want weer IA dat gewoon. To Totaal niet in touch lijkt te zijn met, met, met zijn community, zeg maar. Door weer zoiets. Nou ja, niet per se met zijn community. Maar het is inderdaad. een... Het is, het is, het is, ik weet niet of de community soort van er überhaupt een maling om geeft, bij wijze van. Um, er malingen heeft of, of wat dan ook. Maar ja weet je ze hebben gewoon een rare net zoals dat Disney weet je James Gunn uh, uh, vanuit een soort van politieke uh, ja dingen maar, ja oké okay. ontslaat ik weet niet of ik dat helemaal dat helemaal te vergelijken valt nee maar, nou oké okay, uh... nee want deze man nou maar ja ze hebben alle twee iets controversieels gedaan en uh, en en oké okay, Disney die die fired direct James Gunn misschien is inderdaad het ontslaan van Colin Kaepernick wel uh, meer vergelijkbaar daarmee maar uh, Waarom zou je dat doen als IE? Wat heb je eraan als zijnde IE om het woord Colin Kaepernick, dat voor veel mensen misschien, weet je, against the patriotism is, maar voor heel veel mensen ook gewoon de voice van, van onderdrukking mm -hmm. of wat dan ook, weet je, en, en iemand die daar uh, voorop staat. Wat heb je er als IE aan om. Om, om dit zo te benadrukken en dan ook nog eens een, st een statement in te nemen. Je, je, als het waard, je, Doe dan het je, nummer er niet in. Je probeert gewoon het hele Keppernick uh, gebeuren onder de rug te, 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 weet je, onder het tapijt te vegen, maar, ja, maar je juist, dat niet. juist niet. Precies, je, maar daarom, je kan ook, zou er beter dat nummer weg kunnen laten. Dan is het soort van, oh ja, nee, dat, dat is misschien een foutje. Ja, stom, het zit niet in de We hebben dat nummer niet als mp3 in de engine gezet, jongens. Ja. Uh, prima, maar door, door het letterlijk, dit is censuur. En censuur, dat is een statement. Dat is een soort van oké, okay, dit, dit willen wij niet, hier staan wij niet voor. Nee, nou, dus dat betekent dus dat je, dat je, dat je niet staat voor, uh, weet ik veel, vrijheid van meningsuiting en uh, uh, nou ja, al, al die problemen die daarbij uh, bij, bij zijn kwestie horen. Ja, en ik geloof ja. dat ze nu dus hebben gezegd, ja, sorry, we hebben geen idee hoe het er gekomen is, uh, maar we, ja. volgens mij gaan, gaan ze het weer terugdraaien. Of ja, ]zo? maar nog fucking spinelesser. Precies, weet je, het leed is al geschiet, ja. maar, maar IE, ik weet niet wat wie daar allemaal aan de Stop gewoon beslissingen nemen, maar my god, je ze maken het er alleen maar erger op voor zichzelf daar. Daar waar je goodwill moet kweken, na al die lootboxes, ellende, weet ik veel wat allemaal, ga je gewoon dit soort dingen blijven doen. Dan snap je het niet helemaal hoor. Nee, iets wat ik ook niet snap, maar jij volgens mij wel, is Life is Strange 2 en daar hebben we ook een trailer of een teaser van. Three, copy. Dispatch, I need to run a license check on that 10 oh, Shit. The officer Matthews, I've got a ten ten in progress. 1452 Lewis Avenue. I'm gonna need backup. Copy that. All backup available. Dang. Teaser-trailertje, uh, dus we krijgen meer te zien op 20 augustus. Meer op 20 augustus, ja. Ik, uh, komt die dan uit? Weet ik eigenlijk niet. Nee, ik eigenlijk ik, ik helemaal niet, inderdaad. Want ik, ik heb zoiets van. Uh, maar het, het begon heel vet, weet je? Het was een, een soort van, inderdaad, echt een teaser van: oeh, 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 wat gebeurt er? Iedereen weet natuurlijk, er staat namelijk boven Life is Strange 2-3 teaser. Dus uh, je weet ook precies wat je kan verwachten. Live strange, strange 2, ja, teaser? Ja, ja maar staat, als je dit op YouTube kijkt, weet je, een teaser heeft eigenlijk alleen, alleen zin als je niet weet wat het is. Mm -hmm. Dus als er staat Life is Strange 2 teaser, dan hoef je eigenlijk niet eens meer te kijken. Ah, ik weet niet, er is hier nu te een te soort van New Force lijkt er uh, ja, dat aanwezig te maken. Meisje nog, die heeft dat toch? Die shit, die ja, bullshut. dat ben ik alweer een beetje vergeten. Ja, dat maar. bedoel ik. Zo vet was die game. Nee, ik vond, ik, 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 het, het, hij zat in mijn top 10 van het jaar. Oh hoor. man, je bent toch niet een 14-jarige gothic meisje? De, die, hier hoef je geen 14-jarige gothic meisje voor te zijn om Echt het toch wel. te kunnen waarderen. Nee jongen, tuurlijk niet. Het is zo makkelijk voor jou om, om je hier lekker tegen af te zetten. En, het ja, ik heb het, ik, ik nee. moet zeggen, ik heb het gespeeld uh, op de E3. Volgens mij was dat die DLC voor nummer 1 of een losstaand dingetje. Ja. Heeft ze geen uh, krachten? Is het, het is een, dat was, ging over een jongetje. Meisje, lesbisch. Oh meisje. ja, oh wel. Gewoon in een club en, 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 en uh, ik had een kater en ik had zoiets van, ah, weet je, oh, koos die shit, haat ja. er zo op. En uh, ik, ik ben blij dat ik in de Airco zit. En ik zat er te spelen en mijn mind was weg bij de kater. Want aan het eind had ik zoiets van ja, ja nee, dat was wel, was wel aardig. En toen ging ik erover nadenken. Toen schaamde ik me kapot dat ik het leuk vond. Onzin. Vreselijk. Ja, ik, ik weet nog goed, dan, uh, ik moest dit met Shelly destijds uh, reviewen... en ik dacht van, why the fuck gaan jullie dit aan mij geven? Yeah. Maar ik ben met episode one begonnen... en ik heb die shit gewoon toch wel lichtelijk gefascineerd door en uitgespeeld. Omdat de keuzes die je maakt, het, het, het is af en toe een beetje uh, weet je, dat suikerspin... Uh, teenage gevoel. Het is teenage drama, ja. Het is, het is teenage drama, maar de keuzes die je maakt... Uh, ik, ik hou van, weet je, een beetje die telltale shit, dat keuzes invloed hebben op het verdere verloop van je verhaal. En dan, dan ben ik altijd benieuwd van, oké, okay, hoe ingenieus werk je dat uit als eigen ja. ontwikkelaar zijnde? Nou, ik vond dat bij Life is Strange prima uitgewerkt. Dit lijkt allemaal iets donkerder te gaan worden. Ja. Nou, dus ik, ik ben ja, daar dan misschien nieuwsgierig wel nieuwsgierig naar. Oké, okay, nou, dat is het ding, omdat, omdat toch wel heel veel mensen ook hier op de redactie het heel vet vinden, ben ik ook wel nieuwsgierig. Behalve dat ik denk van, nou, ja, weet je... Kijk, de ding is, ik kan me prima verplaatsen in een in een in een alley in het in het spelen van een game. Weet je, dan heb ik zoiets van, oké, okay, tof, badass, ook lesbisch, prima. Uh, gebeurt van alles en nog wat, en dat vind ik cool, badass. Uh, net zoals Tomb Raider, Tomb Raider. Mm -hmm. um, en bij dit had ik dat niet. Of want je speelt dat hele eerste deel met uh, uh, met met, de, met dat meisje, toch? Uh, ja, maar er komen genoeg... Uh... Ja, maar als je dan op, op, je, op, je, op je kamertje soort van... Uh, nee, niet alleen op je kamertje. Je bent, je bent er uit aan het En dan trekken. liggen Barbie-poppen en dit en dat. Heb ik zoiets, Maar dit ben ik echt niet. En een Ellie, weet je, die zit in een destroyed wereld en dan ligt ze op een soort van campingbedje ergens in een kut-shelter. Uh, kut, uh, dat, dat, dat pik ik. En uh, soort van... Het zijn, echt letterlijk, dat die game me, me laat denken dat ik een 14-jarig meisje ben. Dat, dat slaat helemaal nergens op in mijn hoofd. Dat hoeft ook niet. Ik hoef me niet te verplaatsen in, in ja, de ja, gedachte van een 14 jarige meisje. Uiteindelijk gaat het erom hoe sterk is dit geschreven. Hoe is het script van een game? En, die, en het script van Life is Strange was sterk genoeg om je ja, zonder ja. je heel erg te verplaatsen in uh, dat 14-jarige meisje of hoe oud het zo ook is. Weet ja, je maar wat? daarom game ik. Ik game om in, in, te, in, een, in een wereld te verplaatsen. Ja, en maar... vaak ben ik, ook al ben ik niet per se... De uh, character, weet je. Ik hoef niet inderdaad mm -hmm. ook bijvoorbeeld characters naar mij te laten moddelen of wat dan ook. Maar ik wil gewoon. Um, dat, ik, dat ik niet meer word her, uh, um, herinnerd aan het feit dat ik een game speel. Ja. En als ik dan de hele tijd, soort van, weet je, make-up op moet doen of uh, een avondruitje moet kiezen of uh, uh, in, een, in een kamer met Spice Girls. Ik zeg, ik weet echt niet of het erin zit hoor, maar een kamer met Spice Geen Girls. Geen van balls. de drie dingen zitten erin. Nee, dat weet ik. Maar ik bedoel, soort van, wel nog steeds, weet je, ben je op dat kamertje en dit en dat. En dan word ik herinnerd van, oké, okay, clearly ben ik nu een fucking 15-jarig meisje, dus dit is niet voor mij. Jij zou deze episodes even voor een paar euro op de kop moeten tikken en het gewoon eens moeten proberen en dan ga je er toch denk ik wel op terugkomen. Ja, dat kan. Het, ja. is, het, het, het verhaal is sterk genoeg geschreven. Uh, het, het, ik bedoel, het is niet superrealistisch. Het is vrij cartoony, maar de, 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 de characters, de personages, zijn uh, sterk genoeg, blijven grotendeels overeind staan. En het kent ook nog een behoorlijk verrassend einde. Dat ik, ik, het was zelfs een einde dat ik wat de fuck? Dit zag ik niet aankomen. Hm. In al zijn childishness zag ik Datgene wat er uiteindelijk gebeurde, tegen het einde niet aankomen. En dat vind ik, dan heb je het goed geschreven als je de... mij uh, gewoon constant op verkeerde been weet te zetten. Dus jij schaamt je niet? Ik schaam absoluut niet. Nee, zeker niet. Dus nou, ik we... ga live streams met veel plezier spelen. Twee. Twee. Ja, cool. Uh, nou weet ik dat we zeker over ongeveer 15 minuten uh, uh, beginnen moeten met uh, einde van de week vrijdag. Ja. Of sorry, met de livestream. Livestream, ja. Dus uh, laten we nog, ik heb nog uh, we hebben nog twee nieuwtjes. Mm -hmm. Maar dat zijn alle twee Nintendo nieuwtjes. Namelijk de SNES Classic, of nee, sorry, de NES Classic. Die is zo populair dat hij de PlayStation 3, de Xbox One en de Switch in juni heeft uh, uh, outsold. Uh, hoe noemen we dat? Ja. Um, meer heeft verkocht dan uh, die uh, consoles. En Nintendo heeft ook uh, uh, laten druppelen dat ze uh, ongeveer 20 miljoen switches hebben verkocht. Dus Nintendo doet het op dit moment hartstikke goed. Wat vind je daarvan? Alsof ze een soort van lachende derde zijn inmiddels, hè? <laughs> ja, dat is wel een goede. Ja, ze zijn inderdaad wel een lachende derde. Al, weet je, ze zijn natuurlijk ook gewoon de, de fucking uh, het boegbeeld van gaming. Uh, ik, ik zelf vind ik Nintendo, of, uh, Sony bijvoorbeeld veel toffer, gewoon om de, om de consoles en de games. En ik heb veel meer PlayStation uh, dan, dan met alle Nintendo-consoles. Maar ja, uh, Nintendo is natuurlijk gewoon. Het, het, weet je, als je aan een bedrijf denkt wat, wat staat voor gaming, is het natuurlijk Nintendo. Ja. Maar wat je zegt, inderdaad de derde. Want, want af en toe dan lijken ze het niet goed te doen. En, en met uh, deze Switch en die uh, kleine uh, uh, console's uh, zijn ze weer lekker op de baan. En sterker nog, de Wii heeft natuurlijk mad verkocht. Alleen. We voeren al jaren de discussie van waarom wat doet Nintendo nou precies voor de gamer, voor ons hardcore gamers? Ja, maar daarvoor... Uh, er zitten er ook een paar hier op de redactie bij wie die vraag helemaal niet rijdt. Nee. Voor wie gewoon Nintendo al jarenlang een zekerheidje is. En je, ik bedoel, je hebt gewoon die twee uh, mannetjes, zeg maar, weet je wel, Playstation en, en, en Xbox, die eigenlijk jarenlang met elkaar <laughs> ja. in elkaar in, gevecht, en, met elkaar in gevecht zijn. En, het komt, en dan komt dat uh, bescheiden Japanse mannetje ja. er even langs lopen. Ja, ja. En die kijkt die lopen zo gewoon langs. Laat een lang. <laughs> heel klein poepie. La en, 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 en die ja, gaat weer je wel? Ja, Dat komt nee, maar... door. En dat doen ze gewoon al jaren. En dat doen ze gewoon uh, in, in, in sommige fases. Iets met nee, iets dat, succes. Precies, maar dat is het ding. Maar ze zijn gewoon heel consistent, nog steeds wel altijd een beetje in wat ze willen en wat ze doen. Ja. En soms is dat een mad hit. In het geval van de Wii U was dat inderdaad gewoon een huismoeder uh, yoga plank uh, hit. En nu is het inderdaad, klopt het wel weer, omdat ze een fucking eer uh, voor het eerst een handheld-console hebben gemaakt, bij wijze van. Um, en uh, nu, uh, uh, ja, zijn ze inderdaad een goede, dat is een goede een lachende derde. Ja. Zullen we daarbij houden? Ja, het is uh, wel weer leuk geweest, denk ik. Ja, uh, kunnen we wij paar... ons voorbereiden op de livestream. En dit zie je natuurlijk na de livestream, omdat we dat altijd na de livestream uh, online zetten. Maar... Ja, leg het nog eens even helemaal goed uit, joh. Dat heb ik net gedaan. Ja, precies. Dus uh, thanks voor het kijken. Fijn weekend en uh, maandag zijn we weer live bij je terug.